ontrader al op zitten. We zijn gewoon al 3 uur onderweg. Kijk hoe de sfeer voor de Veluwe. Zo. Is sfeer nog goed? Ja hoor, tuurlijk. Prima. 3-11. Ja. Prop van Ibn de Veel door het bos, hè? Veel door het bos. Ja. 2 kilometer. Maar je mag ook de laatste 100 meter lopen, hoor. Laatste 10 mag ook, hè? Mijn naam is Winfried Bats. Ik ben de organisator van de Indian Summer Ultra. Sommigen kennen mij al van de Run Forest Run, Trail Runs. En ik ben 2 jaar geleden begonnen om van mijn passie mijn werk te maken. We gaan er echt een heel mooi feest van maken. Nou, 6 uur is de start morgen. Naar de start van de Indian Summer Trail. 125 kilometer in 6 etappes met 3 lopers. En Rob gaat de eerste etappe lopen. Het is nu, wat is het nu? Kwart over vijf. Nou, nog 3 kwartier, nog 3 kwartier om aan de start te komen, dus dat gaat vast wel lukken. Ik wil zo komen. Wat zeg je? Ik vind voor de presentatie nogal een beetje naar voren lopen, dat mensen achterin ook voldoende ruimte hebben. Mag ik je lamp nog? Ja, ik zou hem nog maar even meenemen. Het was nog niet helemaal licht. Kom maar. Dat denk ik ook niet. Ja, hier zit alleen maar één vast. En dan dit aan de broek. Ja, je broek zien of zo. Nou, tot straks, jongens. Hey, jongens. Yo. Heel veel succes. Kijk uit voor je voeten, want het is best lastig. Ja. Ja. Echt 2 keer hard op mijn bek gegaan. Ja. Ik bedoel kapot. Ja, zo. Thank you.
Was die lekker? Ja, dat is lekker. Oh, ja? Nou, je bent nu één plek opgeschoven. Eén plek opgeschoven? Dus nu moeten we haast zo aan kop liggen. Oké. Nou, dat is goed. Jij hebt in ieder geval je bril nog heel. Jij niet? Nee. Echt waar? Ja, in het donker begonnen natuurlijk. Ja. Zo. Even naar de even wat lekkers, tafel. Cheers. Ja, cheers. Sorry man, het ging niet buiten. Laatste wissel. En wat ging er door je heen? Kan ik nog langzamer? Kwam die man met die hamer? Kwam die man met die hamer achter die boom vandaan, of niet? Oh, verschrikkelijk. Nee, ik ben gewoon steeds langzamer gaan lopen. Ik ga even wat eten. Maar ben je niet verdwaald? Ja, ik heb ook een rondje gemaakt. Kan je even wat halen? Ik loop een rondje. Misschien hebben ze zout. Huh? Maar je kon wel blijven lopen? Ja, ik heb twee keer gewandeld. Eén keer om te eten. Ja. En de tweede keer
heb ik ook wat gegeten, maar gewoon om even uit te rusten. Oh, ik ben zo blij dat ik er ben. Ja, we dachten, we hoorden dat heel veel mensen verkeerd gelopen waren omdat ze lintjes weggehaald hadden. Ja. Ze waren ook een beetje bang dat jij ook... Ik heb een rondje gemaakt. Oké. Maar gelukkig, ik had nog net een beetje batterij in mijn horloge. Of in mijn telefoon. Dus toen kon ik de route vinden. Ja, precies. Ik dacht, dat zei ik ook al. Hij heeft in ieder geval de route in de GPS staan. In de telefoon staan. Ja, daar was ik wel heel blij mee. Hij zal in ieder geval de route terug kunnen vinden. Oké, okay, de laatste 100, 200, 300 meter naar de finish. Mooi gelopen. Wil je nog even een fotootje maken met mijn telefoon, alsjeblieft? Ja.